Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 7 van The Rings of Power, de Ei. Je denkt dan natuurlijk aan de Ei of Sauron gelijk. En er werd ook een beetje gehind naar dat we een bepaalde Sauron reveal zouden krijgen. Maar dat is dus blijkbaar pas volgende week. Want de aflevering begint gewoon in wat we nu dus Mordor noemen. En ik moet wel zeggen dat de manier waarop ze de aflevering afsloten met die title card wel echt heel erg cheesy was. Maar ja, Galadriel had een lekker dik plot armor aan vorige week natuurlijk. Want ze heeft dus die zonder enige moeite overleeft. Het lijkt erop dat de enige persoon die wel is doodgegaan een van die vrienden van Isildur is. En de rest heeft dus allemaal ook gewoon lekker dik plot armor. Ook al stort er daarna dus ook nog een gebouw in waarmee het dus lijkt dat Isildur nu ook dood is. Maar ik denk dat dat dus niet zo is. Dat hij volgende week gewoon weer terugkomt. En ik snap dus wel dat mensen een beetje gingen klagen over hoe zijn vader nu werd neergezet. Want die kwam dus wel een beetje klagerig en zeikerig over. Maar ja, de Queen van Numenor was dus ook bij dat vallen de huis en die heeft er dus wel wat oogschade aan overgehouden. Die moet nu dus gewoon blind door. Maar in alle rubble loopt Galadriel dus op een gegeven moment dus ook tegen Theo op. En ik vond wel dat hun een redelijk coole dynamiek hadden in deze aflevering. Want het lijkt erop alsof Galadriel hem dus nu weer gewoon een aantal stappen het goede pad op heeft gestuurd. Want we zagen dus al shades van een mogelijk soort nieuwe Gollum in hem naar buiten komen. Maar hij kan uiteindelijk ook nog gewoon een heldhaftige soldaat worden natuurlijk. Maar ja, zijn familieleden blijken uiteindelijk ook gewoon al mooi in orde te zijn en Arondir is dus ook gewoon oké. En het was aan hun kant dus eigenlijk grotendeels gewoon herstel en het feit dat Numenor dus nu gewoon weer teruggaat naar hun stad toe, naar Numenor en dat ze uiteindelijk kunnen terugkomen voor de oorlog. Maar ik denk dus niet dat volgende week de oorlog al begint, dat we daar dus op moeten wachten tot het volgende seizoen, want Galadriel gaat nu dus samen met Halbrand hulp halen van de elfen bij King Gil-galad. Maar ja, King Gil-galad moet natuurlijk ook nog wat teleurstellend nieuws ontvangen, want het lijkt er niet op alsof Elrond de Mithril mee krijgt. Ik denk dat de verhaallijn van Durin en Elrond deze aflevering waarschijnlijk mijn favoriet was. Dat stuk was op zich nog wel gewoon sterk. Het soort van afscheid tussen Elrond en Durin was al heel mooi gedaan en toen ze uiteindelijk dus gewoon koppig alsnog gingen mijnen, dat werkte ook gewoon voor me. Maar dat leidt dus tot een ruzie tussen Durin en Durin. Blijkbaar heet de vader van Durin dus ook gewoon Durin. Dat is King Durin. Maar ik vind het ook heel tof de manier waarop Disa nu dus aan het inpraten is op Durin, zodat ze hem zo ver kan krijgen dat hij tegen zijn vader ingaat. Dat is toch wel wat meer ambitie dan wat ik had verwacht van Disa. Het lijkt er in deze aflevering wel wat meer op alsof zij ook haar eigen plannetjes heeft. En er wordt dus ook gehint naar een echte naam die alleen gebruikt wordt voor echt dichtbijzijnde familieleden. Maar ja, aan het einde van de aflevering wordt natuurlijk ook al gehint naar wat we waarschijnlijk volgende week gaan zien dus. Want dat mijne heeft ze dus toch iets te diep gebracht en er komt een balrog naar buiten. En dan hadden we verder natuurlijk nog de verhaallijn met de Harfoots die ook is doorgezet in deze aflevering. Maar ook daar was het opnieuw een beetje repetitief. Het leek er weer op alsof deze mogelijke Gandalf dus gevaar heeft veroorzaakt per ongeluk. En dat leidt er dus toe dat hij wordt weggestuurd. En aan het einde van de aflevering wordt er dus een kleine squad samengesteld om hem weer te gaan zoeken. Want vlak daarvoor is Witte Sauron of M&M of wie het dus ook is uiteindelijk langsgekomen om heel dat dorp van die Harfoots plat te branden. Of al hun wagens dus in ieder geval. Ik moet wel zeggen dat Witte Sauron hier wel lekker evil overkwam. En ik ben dus wel benieuwd wie of wat hij nou precies blijkt te zijn, maar ik hoop nog steeds dat het niet de echte Sauron is. Maar ja, volgende week is dus de finale van dit seizoen, dus ik hoop wel dat ze in ieder geval een van de grote mysteries oplossen. Of dat dan de identiteit van de Stranger is of de identiteit van Sauron maakt me op dit moment niet heel veel uit, maar er moet toch wel één mysterie opgelost worden voordat dit seizoen voorbij is. Maar ja, we weten nu dus ook al dat het tweede seizoen momenteel al gefilmd wordt, dus hopelijk hoeven we daar ook niet al te lang op te wachten. Maar ja, al met al vond ik deze aflevering wel weer een stapje terug. Het was wel weer een wat tragere aflevering, maar ik vind het alsnog gewoon heel erg chill en leuk om een uurtje door te brengen in Middle-earth. Ik heb er nooit een probleem mee om het te kijken. Ik vermaak me altijd wel. Maar ja, laat me weten wat jullie van deze aflevering van Lord of the Rings vonden en wat jullie denken dat er volgende week gaat gebeuren. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.